Momenteel zijn we eigenlijk op 12 plakken eigenlijk heel druk bezig. We zijn hier op achtergrond ben we druk bezig met het busstation om dat klaar te maken. Ze zijn ook bezig nou ja, de zaag snijden naar het maken en rondom de voetpaden en de bekistingen alweer aan het klaar maken. Zodat er vreten goed is, de beton overin kan. En verderop, aan de oorkant van het project, bij de Steenjeswei, de Nijewei, daar zijn we druk het hele kruispunt aan het opruimen en de riolering aan het aanpassen, zodat die hoek ook klaar maken kan. Zodra we hier het busstation klaar hadden, hopen we een beetje, dat hangt afhankelijk van hoe snel het beton gehut is natuurlijk. Maar dan proberen we 14 september de situatie om te zetten. Dan kunnen bussen gebruik maken van het nieuwe busstation. De huidige omleiding zit die er nu op, zit dat week 46 zit die erop. Dus dan is de zuidkant is eigenlijk afsluiten en via de zuidelijke rijbaan Bliltveen-Waarn dan bereikbaar. En dan na die periode dan gaan we ook met de spoorwegovergang bezig in de Zuiderwei. En in die periode is er ook weer een treinvrije periode dat men bezig is met het spoor. Dus dan willen we die hele hoek eigenlijk bereikbaar hebben, zodat eigenlijk aan het einde van het jaar de zuidkant weer bereikbaar is. Zodat wij verder kunnen met het opruimen van de hele Roenwei. De planning is dat we in mei 2021 klaar zijn. Maar ja, dan moet inderdaad alles wel voorspoedig verrennen.